Nee, iedereen zegt het wel een beetje dat er veel plezier wordt uitgestraald en iedereen ziet het. En ja, ik denk dat het ook al zo is. Zo voelt het voor mij wel. Dus ja, plezier is er wel. Ja, je zegt zo voelt het voor mij. Leg eens uit. Ja, zoals je zegt, iedereen zegt het en ik ervaar het zelf ook. En ja, ik heb gewoon plezier als ik voetbal en ja, iedereen heeft er plezier in. En dan, ja, dan is alles beter, denk ik. Nu heb jij volgens mij in die oefenwedstrijden in de voorbereiding, je hebt gewoon heel veel gespeeld. En dat lijkt me dat dat veel vertrouwen moet geven. Ja, zeker. Als dit voor mezelf ook goed gaat, dat geeft je vertrouwen en met je team. En het gaat er ook om van de mensen die om je heen spelen natuurlijk. En dan ook de mensen die zeg maar dicht op je staan. Zoals de linksback in mijn plaats, zeg maar, die me goed aanspeelt. En dat gebeurt wel vaak. En dat ja, het komt wel ten goede aan mijn spel, denk ik, dat ik veel ballen krijg. Dus die jongen Donovan Sneijgaard is geen koekenbakker. Nee, dat is zeker geen koekenbakker. Nee. Nee, ja, ik hou er wel van als ik veel aan wordt gespeeld en dat er wel naar wordt gekeken. En daar hou ik heel erg van. Je zit hier een tijdje, je komt van Heerenveen. In die paar oefenwedstrijden hebben de mensen bij Sparta eigenlijk al de echte Quinten Martínez gezien? Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Vooral met mijn voorzetten, dat is wel zeg maar mijn wapen. En ja, er zijn wel een paar voorzetten gekomen. Dus ik denk wel. Er kan wel nog wat meer bij komen, maar ja, grotendeels heb ik me wel laten zien. En dan ben ik ook wel benieuwd, als je van Heerenveen komt, dan kan je ook misschien wel iets zeggen over het niveau hier bij Sparta. En je zult vast zeggen, ja, Sparta is een mooie club en het voetbal is goed, maar Heerenveen lijkt mij een stapje hoger. Hoe schat jij dat ongeveer in? Ja, Heerenveen is sowieso een grotere club. Ja, het niveau is ook hoger. Nou, ik denk dat het nogal logisch is. Maar ja, ik vind Sparta, moet je ook niet onderschatten, is gewoon een goede club. We hebben ook een goede groep. Goed team. Dus ja, ik denk dat we er wel goed voor staan om te kunnen winnen dit seizoen. Een team dat ook voor het kampioenschap kan gaan, want dat is natuurlijk waar het allemaal om draait tegenwoordig. Ja, dat is ons doel en dat hebben we uitgesproken, dus daar gaan we voor. En dan heb je een beetje een wisselvallige voorbereiding. Je wint van NAC, je speelt 2-2 tegen Excelsior Maassluis. Zegt het iets, een voorbereiding? Bedoel, je doet hem niet voor niks en anderzijds, ja, weet je nou waar je staat? Nou, voorbereiding is meer ja, een beetje om erin te komen en ja, wedstrijdritme op te doen. Want je hebt weer een vakantie gehad en wedstrijden weer te krijgen, zeg maar. En ja, het is gewoon van, het is niet echt een graadmeter, denk ik, om te kijken waar je staat. Maar zoals in het begin, dan bijvoorbeeld speel je gelijk of gaat het niet zo lekker. Maar in het begin is het ook altijd kijken, meer jongens speelden. En op een gegeven moment ga je ook steeds meer naar de basis toe. En dan zie je ook dat het steeds duidelijker wordt en dat we ook makkelijker gaan spelen. En daar gaat het om, denk ik. Ja, en als het dan duidelijker wordt, dan wordt ook wel duidelijk dat jij waarschijnlijk wel in de basis gaat staan. Dit wordt voor jou ook, het wordt voor Sparta een cruciaal seizoen. Veel druk erop van de coach zelf, van de staf zelf, willen kampioen worden. Met wel jouw eerste seizoen eigenlijk om je echt te laten zien, of niet? Ja, klopt, zeg maar op het hoogste niveau, zeg maar, om mezelf te laten zien. Ik voetbalde altijd in de belofte, af en toe bij het eerste, een paar invalbeurten. Maar nu kan ik bijna ook zeg maar echt in de kijker spelen. Ik wil een heel seizoen gaan spelen, dus. Ja, dan kan ik mezelf in de kijker spelen. Het is ook wel tijd, het mag wel beginnen voor jou. Ja, zeker. Ik ben 21, dus ik denk dat ik er nu wel aan toe ben. Dan is Veendam er wel rijp voor? Ja, we zullen het zien, hè.